In onze rechtshulp. Is onze rechtshulp nog wel toegankelijk voor mensen met een middeninkomen en voor kleine ondernemers? Uit onderzoek blijkt dat steeds meer Nederlanders afzien van de gang naar de rechter, omdat ze vinden dat het proces te duur is en te lang duurt. Ja, meneer Wijngaarden, hoe kwalijk is dit? Nou ja, toch wel heel zorgelijk, want uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders zou afzien van de gang naar de rechter. Dat ze opzien tegen met name de hoge kosten van een advocaat. En het is ook zo dat die tarieven die liggen tussen de 200 en de 600 euro per uur, exclusief btw en kantoorkosten. Dus ja, als kleine ondernemer of als je in een echtscheiding zit of je hebt een conflict met je werkgever, ja, dan is het belangrijk dat mensen niet berusten in onrecht, maar toch wel die gang naar de rechter durven maken. Nee, maar uiteindelijk is het natuurlijk hartstikke logisch als je 200 tot 400 euro, of wat is het, misschien wel meer per uur betaalt, dat je dan misschien denkt, nou oké, dan laat ik het maar zitten. Ja, en daarom moeten we dus ook kijken of er manieren zijn om dat omlaag te krijgen. En we zien nu dat de advocatuur zelf wel hele strenge regels hanteert, waardoor het eigenlijk voor advocaten nagenoeg onmogelijk is om voor niet-advocaten te werken, zodat die markt heel gesloten blijft. Dus wat meer concurrentie, zoals we ook in andere sectoren hebben gezien, zou wellicht die tarieven wat naar beneden kunnen krijgen. Ja, want wat voor verhalen hoort u in Rotterdam bijvoorbeeld, mevrouw Hoogwerf? Herkent u dit beeld van dat mensen toch zeggen van ik wacht maar even met naar de rechter gaan, of ik doe het helemaal niet? Nou ja, kijk, je ziet wel de uitwas uiteindelijk. Hè? Want het kost uiteindelijk veel meer als je niet naar een advocaat gaat, als je in een vechtscheiding zit, dan dat je de kosten wel neemt. Het komt een hoop ellende. Maar inderdaad, het is een drempel. Dat is ook wat wij horen. Ja, en wat is dan waar ligt die oplossing dan? Want u zegt het iets meer marktwerking, als ik het goed begrijp, dus binnen de advocatuur. Maar het lijkt mij dat advocaten daar zelf niet echt op zitten te wachten. Nou, weet ik niet. Het verschil hangt heel erg af van de advocaat die spreekt. Er zijn ook wel advocaten die zeggen van nou, ik vind het nu wel heel gesloten. En het is nu advocaten gewoon verboden eigenlijk om voor niet-advocaten te werken. Dus zeg maar buiten zo'n traditioneel advocatenkantoor om. Dus ik denk dat we toch eens minister Dekker ook moeten vragen om te onderzoeken van nou, kunnen die regels nou niet wat soepeler, zodat er wat meer aanbod kan komen. En dan hebben mensen ook meer te kiezen. Ja, ondanks de regels van de Orde van Advocaten heeft rechtsbijstandsorganisatie SRK een juridische dienst opgezet om mensen met een middeninkomen te helpen. Daarvoor deden ze zelf onderzoek naar het mijden van juridische hulp. Uit het onderzoek kwam dat 25% van de mensen met een juridisch geschil nu het recht mijdt, dus niet op zoek gaat naar hulp. Ze komen niet in aanmerking voor sociale advocatuur, maar ze vinden ook de prijzen van een advocaat te hoog en mijden daarmee het recht. Wij hebben een oplossing bedacht dat wij eigenlijk een dienst hebben ontwikkeld waarin je in 4 heldere stappen juridische hulp krijgt. En die 4 heldere stappen die zijn allemaal vastgeprijsd. Dus dan weet je precies waar je aan toe bent per stap qua kosten. Moet dat het ook toegankelijker maken voor die groep? Dat moet het zeker toegankelijk maken, want de rekening is niet onzeker meer. Je kunt van tevoren goed begroten wat het gaat kosten. En daarmee wordt het voor mensen makkelijker een besluit te nemen om wel juridische hulp in te schakelen. Terwijl ze dat anders niet zouden doen. Nou, als ik dit zo hoor, dan denk ik, nou, uiteindelijk kan het dus toch nu ook al wel. Nou, dit is best spannend, want dit is dus eigenlijk in strijd met de geldende regels. Dus dit kan ook weer tot een rechtszaak leiden, dit initiatief. Oh, want deze rechtsbijstandsverzekering doet dus eigenlijk nu iets wat nu niet nog klopt. Mag. Klopt, ja, klopt. Dus dat wordt nog best spannend. En nou ja, veel moed hebben ze dus om dat te doen. Mm-hmm. Maar waar het echt om gaat, is dat het voor mensen dus voorspelbaarder wordt. Wat gaat het kosten? En dat ook die kosten wat gedrukt worden. En dat proberen zij ook te doen. Ja, en de Orde van Advocaten die is daar dus niet helemaal blij mee. Zij vinden Arthur Ammerlaan die vindt dit plan niet haalbaar. Het probleem is dat een advocaat onafhankelijk moet zijn, partijdig moet zijn, alleen maar moet werken voor zijn cliënt. En wat ik bedoel onafhankelijk, is onafhankelijk eigenlijk van zijn baas. Als de baas zegt, je moet iets doen, dan moet de advocaat kunnen zeggen, nee, dat doe ik niet, dat is niet in het belang van mijn cliënt. En op het moment dat je dus dat loslaat, ja, dan is het hek van de dam. Het hek van de dam dus als het gaat om onafhankelijkheid. Wat vindt u als u dit zo hoort? Ja, grote woorden. Ik ben het helemaal mee eens dat een advocaat onafhankelijk moet zijn, het belang van de cliënt voorop moet stellen. Maar de vraag is of het daarvoor dan nodig is om te bepalen dat een advocaat alleen maar mag werken voor andere advocaten. Kijk, een arts moet ook het belang van zijn patiënt voorop stellen. Maar aan artsen leggen we ook niet op dat ze alleen maar mogen werken in een kliniek die eigendom is van artsen. Nee. Mevrouw Hoogwerf, wat denkt u als u dit hoort? Goed idee?
Alle mogelijkheden die onderzocht worden om te zorgen dat die kosten gedrukt worden, dat is positief. Maar je zou ook kunnen kijken naar regelgeving rondom maximale tarieven die bijvoorbeeld in rekening gebracht kunnen worden, zodat je niet met woekerprijzen te maken krijgt. Die onafhankelijkheid van de rechtsstaat, die moet echt boven alles blijven staan. Oké, is dat ook iets waar u naar gaat kijken? Nou, die tarieven reguleren zijn als VVD altijd een beetje terughoudend in. Ik geloof eerder in meer concurrentie en meer aanbod.